Dit programma wordt u aangeboden door Jos Beres Wijnkoperij. Jos, lekkere wijn, prima service. Hier in Straat helemaal vandaag met Mietje van den Berg, hoofdredacteur van RTV Noord. Hoe zou dat nou geweest zijn als ik had gezegd van hier in Straat helemaal deze week met Mietje van den Berg, directeur, schuine streep, hoofdredacteur van RTV Noord. Net als nou, in de Good Old Days bij Roel. Ja. En net als bij Drenthe. Nou ja, in de Good Old Days bij Roel hadden we ook een adjunct directeur, hoofdredacteur. Ja, ja, dus we ja, hebben ja, nu ja, gewoon de functies gezien. Maar niet zo succesvol, ik zelf. Ja, nou ja. Het is in ieder geval niet te doen door één persoon, al die functies. Zou jij het kunnen? Ik zou het niet willen. Nee. Nee, ik heb helemaal niks met de directie en bestuurders. Echt niet? Nee. Ik kom uit de journalistiek, ja. Ik hou van de journalistiek. En al het andere, dat is vooral veel vergaderen, andere afdelingen. Ja. Ik ben heel blij dat we een capabele directeur, bestuurder hebben die dat regelt. Ja, ja. En dat maakt qua loonkosten niet zo heel veel uit. Want vroeger hadden we dus een directeur, hoofdredacteur. En een adjunct directeur, hoofdredacteur, ja, waar ook twee goed betaalde mensen. Die adjunct hoofdredacteur, die verdiende ook redelijk, hè? Weet ik nog wel. Herinner je me nog? Vaag. Ja, weet jij wat die verdiende? Het staat allemaal gewoon in de CAO, ja, hè? Staat gewoon in de CAO. Mijn salaris kun je gewoon opzoeken in de CAO. Ja. Ik heb nooit om iets bijzonders gevraagd. Gewoon een heel normaal salaris voor een hoofdredacteur. En dat is best goed betaald. Maar dat is niks buitensporig. Is dat salaris voor jou is dus niet zo exorbitant hoog dat mensen zich daar zeg maar boos over zouden maken? Ik weet niet waar mensen zich tegenwoordig... Nou ja, over het salaris van de directeur van Noord. Waar mensen zich allemaal boos over maken tegenwoordig, zonder dat ze weten van de hoede en de rand. Dat weet ik niet, daar maak ik me niet zo druk over. Ja. Nogmaals, mijn salaris valt gewoon in het heel normaal onder de CAO afspraak, werkgevers en vakbonden. Ja. En ik hoef niet meer, ik vraag niet meer. Dus ja. Nou zit jij natuurlijk... Gaan we ook niet verantwoorden ervoor. Dan zit je natuurlijk volop in die bezuiniging waar iedereen het over heeft. Ja. Maar daarom is dit wel een lekker uitje, lijkt mij dit. Heerlijk, even uitwaaien met jou. En dan nog even met zo'n vakman die vroeger ook bij ons... Wat is het, Piet? Nee, ik zat over die vraag na te stellen. Die wilde ik jou stellen. Op de fiets, ik fiets hier naartoe. Ik wilde dan vragen aan de hoofdredacteur van RTV Noord. Waarom vooral mensen uit de stad vaak zeggen, wij vinden Oog leuker dan Noord? Nou, ik vraag me af of dat echt zo is. Dat is echt zo. Er zijn wel mensen die dat zeggen, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, wij vinden Noord veel leuker dan Oog. En ik vind het, je moet het helemaal niet op die manier tegenover elkaar stellen. Ik ben ooit begonnen bij Oog, vond ik fantastisch om daar een paar jaar rond te lopen en met radio te experimenteren. Ja. En Oog is voor de stad. Is een hele goede omroep waar heel veel leuke, nieuwe, innovatieve dingen gebeuren. Dat je dit filmde, hè? Henk heeft het. Ja. Wij zijn een publieke regionale omroep, zoals er 13 zijn in het land, met een hele andere opdracht. Op een andere manier gefinancierd. Wij zijn volledig gefinancierd. Bij ons is iedereen professional. Bij Oog heb je heel veel vrijwilligers. Ja, dat is een andere wereld. Nou, hoe belangrijk is de stad voor Noord? Net zo belangrijk als de rest van de provincie. Ja? Maar het maakt het wel heel dynamisch, want stad en ommeland, dat zijn wel twee verschillende werelden. Ja. En het gevaar bestaat dat, net als met Nederland, hè, media in Nederland, die denken heel vaak dat alles om Amsterdam draait en daarna is er een hele tijd niets. Je hebt ook wel het gevaar dat wij denken dat alles in de stad Groningen gebeurt en daarna een hele tijd niets. Henk Bleker, ooit heel kort even directeur, heel kort, maar die zei altijd, de meeste Groningers wonen ten oosten van de stad. En dat is ook zo, want in Oost-Groningen wonen meer mensen dan in de stad Groningen. Dat is wel mooi trouwens, Henk Bleker doen. Ik herinner me dat Henk Bleker directeur bij ons werd. Toen de tijd werkte ik ook nog bij jullie. Zeker. Vandaar dat ik ook zei, Henk, ons, dat is weer meer dan 2 years ago. Maar dit even terzij, de Bleker zei van me luister, dit is het allermooiste wat ik ooit in mijn leven kan meemaken. Directeur van RTV Noord. Mensen op straat houden mij aan, die zeggen, Bleker, kom op hè. Mm-hmm. Hij zegt, maar ik hoef niks anders meer. En een jaar later was hij weg, hij zei, staatssecretaris, ja dat kan ik niet laten lopen.
Nee. Dat is toch bijzonder? Ja, wat is net zoiets als jij gevraagd wordt voor de NOS of zo. Dat jij zegt van, nou, dit is het allermooiste wat ik ooit heb gedaan. Ik ben wel eens in gesprek geweest met landelijke omroepen. Ja. Maar dat heeft me nooit... Waarom niet? Ja, ik kom hier uit de stad. Ja, hallo. Ik heb iets met Groningers. Als je in Hilversum komt, dan... Ik heb ook met Drenthe gewerkt. Ja, maar ik vind het mooiste om hier in Groningen te mogen werken. Als je in Hilversum komt en je komt iemand tegen die je vaag kent, dan word je bijna omvergeknuffeld en gezoend. Ja. En zodra ze de bocht om zijn, dan hebben ze alweer een verhaal. Heb je hier niet, hè? Groningen zijn wel rechter door zee. Ja. Hè? Die vertellen je gewoon waar het op staat. En dat is wel zo prettig, moet ik eerlijk zeggen. Ben jij zo'n beetje 20 jaar bij Noord, hè? 20 jaar, langer al. En 6,5 jaar als hoofdredacteur. Zo lang? Is dat hoofdredacteurschap iets wat je altijd hebt geambieerd? Nooit. Nee. Eigenlijk niet, toch? Dat was ook weer diezelfde Bleker die vroeg aan mij of ik het wilde doen. Maar ik heb... ik hou ook heel erg van het journalistieke ambacht, zeg maar. Alles wat erbij hoort. En ik heb alles gedaan. Sport, Varia, nieuws, bureauredactie, eindredactie, verslaggeving, presentatie, sportjournalistiek. Heel bijzonder ook, trouwens. Hele bijzondere tak. En het allemaal leuk. Maar ik heb toen we waren op zoek en het lukte niet echt. En toen zei Bleker van, volgens mij moet jij het maar een keer doen. Wat dacht je toen? Eerst niet en toen heeft hij, Henk kon het wel goed. Heeft hij flink doorgedrukt bij mij. En toen zei ik, oké, dat doe ik het 2 jaar. Ja. En dan zou ik weer wat anders gaan doen. Inmiddels is 6,5 jaar en we gaan van het een naar het andere moment dat ik denk, oké. Ook dat is weer interessant, hè? Dus, is het nu ook leuk om hoofdredacteur te zijn? Dit is dat bezuinigen, dat is het minst leuke wat ik heb meegemaakt in mijn hele carrière. Dat is afbraak in plaats van opbouw. Mm-hmm. En die hele bezuinigingsgedachte vanuit Sander Dekker. Ik begrijp wel dat er iets moet gebeuren. Hè? Daar hebben we ook nooit over gepiept. Toen de provincie ons bezuinigde ook niet. Maar de gedachte hierachter ontgaat mij een beetje. En we merken ook aan alles, mensen worden er chagrijnig van, onzeker. Er gebeurt van alles in de journalistiek. Het heeft niks te maken met ons voorbereiden op alles wat komen gaat. En daar ben ik veel liever mee bezig. Ik heb daar eigenlijk alleen maar gehoord wat speelde. Vooral dat was het programma van Scholten. Twee deuntjes. Twee deuntjes. Moet je nagaan. Cultuur. De Groningen cultuur. Ja. En iedereen gaat zich opeens mee bemoeien. Ze zeggen, ja, dat kan hier, die moet blijven. En denk je, hoe belangrijk is dat programma en hoeveel waarheid zit erachter? Nou, niet iedereen bemoeit zich ermee. Er zijn ook heel veel mensen die zich daar niet mee bemoeien. Nee, maar die hebben er nooit van gehoord. Maar die mensen die dat wel doen, die zijn heel luidruchtig. En dat mag ook. Dat betekent dat wat wij maken, dat doet ertoe. Luister jij er nog naar? Heel vaak. Ja? Ik rijd heel vaak naar huis tussen 6 en 7. Ja. En dan, zet je maar aan. Altijd, tuurlijk. Maar daar gaan we ook weer wat anders voor organiseren. Alleen, we moeten wel dat miljoen ergens vandaan halen. Maar laten we nou heel reëel zijn, Micha. Het slaat eigenlijk nergens op. Henk Scholten is een freelancer. Ja. Ik bedoel, als je dan bezuinigt, dan denk ik van, nou, wat helpt het de omroep om twee deuntjes om dat weg te doen? Wij hebben, dat heeft dan niks met geld te maken. Ja, zeker wel. Wij halen 3 programma's van... Klauk. Klauk, Teletext, daar hoor je niemand op, maar daar hebben heel veel mensen last van. Ja. En twee deuntjes, en dat levert ons 1,5 ton aan bezuinigingen op. Dat kost zo'n programma? Dat is 15% van... van het totaal te bezuinigen budget. Ja. En ik ga niet over individuele programma's praten, want dat gaat over freelancers. Ja. Maar het is niet zo dat het niks kost. Het is ook niet zo dat het duurste programma is. Maar we moeten wel dat miljoen ophalen. En op een gegeven moment kwamen we gewoon bij, oké, nu hebben we nog zo'n bedrag te gaan. Gaan we er nog 4 mensen uit sturen of gaan we korten op die programma's? Kun jij mij eens verduidelijken wat nou precies een leidinggevend iemand is? Want ze zeggen wel, als iemand die leiding moet geven, zoals jij dus, jij bent hoofdredacteur. Er zijn maar heel weinig mensen die echt die leidinggevende kwaliteiten bezitten. Dat heb jij dus wel. Dat houdt dus in dat je beslissingen moet nemen, dat je af en toe heel erg streng moet zijn. Dat je in moet grijpen of niet? Dat oordeel is niet aan mij, in elk geval. Als je geen hoofdredacteur. Ja, maar er zijn genoeg mensen die mij vast minder geschikt vinden als leidinggever. Merk je haat? Ja. Maar voor mij is een leidinggevende iemand die anderen in staat stelt om te excelleren. Om heel goed te worden. Ja. En die zo min mogelijk zelf aanwezig is en anderen in de spotlight zet. Dat is voor mij een leiding. Ik heb zelf altijd, toen ik... geen leidinggevende was, heel veel moeite gehad met heel nadrukkelijk dominante leidinggevende die alles willen beslissen. Ja. Daar ben ik niet Doe van. Jij niet? Nou, dat probeer ik niet.
af en toe moet je wel eens ingrijpen. Maar ik probeer de omstandigheden zo te creëren dat andere mensen heel goed kunnen functioneren. En dat is best lastig, want wij komen uit een hele top-down situatie bij Noord van vroeger. En ja, dat proberen we nu toch een beetje anders in te richten. Dus, vroeger Café Raven. Als ik hier langs loop, denk ik altijd van het gesprek duurt niet zo lang meer. Ik heb ook wel eens gedacht van ik ga hier linksaf, maar bij jou niet, want ik moet natuurlijk nog veel meer weten. Want de toekomst van RTV Noord, ja, iedereen heeft het over het jaar 2017. Hè? Daar ja. Zitten we nu bijna heen. Je bent er nu al druk mee bezig. Zeker. Maar moeten al die luisteraars, schuine streep kijkers, zich zorgen maken? Nou ja, even voor alle duidelijkheid, het gaat heel erg goed met RTV Noord. Ook qua luister- en kijkcijfers? Luister- en kijkcijfers staan overal in de wereld onder druk. Bij ons ook, een beetje. Een beetje. Maar wat er aan online publiek bij komt, dat is ongekend eigenlijk. Ja, heb je altijd gezegd, hè? Dat het steeds maar belangrijker wordt. Wij bereiken nu veel meer mensen, ook jongeren, omdat we ook online het heel goed doen. Maar dat betekent wel dat we de middelen die we hebben moeten verdelen over meer media. Dus het gaat eigenlijk heel goed, alleen we zitten in de overgangsfase. Ja, dat doet pijn af en toe bij mensen. Ja. Dat is wennen. Maar ik geloof heel erg in de toekomst van Noord. Waar zou de tuin gebleven dat je vroeger op stap ging, dat je een item maakte, ja. Dat je dan met de crew, hè, want dat is natuurlijk de show van televisie maken. Had je een regisseur bij je, een geluidsman, een lichtman, cameraman, lichtman. Visagie, als je hem wel zo had. En dan ook nog de presentator. Nou, dus. Die hoefde niks te doen, die hoefde alleen maar de vragen uit zijn hoofd te doen. Precies, ja. Die tijden, Piet, zijn voorbij. Volk! Volk! Ze zijn voorbij. Ongelooflijk. Het is anders. Ja, het is anders geworden. Hè? Gaan we nog verder? Dus, ja, nee, dit is het einde. Dus okay. jij bent tot slot van onze tijd. Jij bent een optimistisch man. Optimistische hoofdredacteur. Ik heb altijd last van een half vol glas. Ja. Mijn hele leven met alles en ook met dit. Jij bent van 64, je bent nog super jong, 52. Super jong. RTV Noord is voor jou niet het einde. Er komt meer. Geen idee. Nee. Ik zit heel erg goed bij deze omroep. Ja? Prachtige omroep. Jij hoeft voorlopig hier niet weg. Ik hoef niet. Geen blekertje. Staatssecretaris, dankjewel. Van den Berg, jij kiest uit de wijk Helpman of Vinkhuizen. Vinkhuizen. Die kant op. Bolman, blijf gewoon hier, jongen. Vinkhuizen. Had ik ook gedaan.